Kitty Trepels van Meel maakte al 4 theatervoorstellingen over leven met kanker. Daar heeft ze ook in onze uitzending regelmatig over verteld. Maar nu het einde van haar leven in zicht komt, heeft ze haar verhaal opgeschreven in het boek Waterval. Want wij weten absoluut niet hoe we om moeten gaan met kankerpatiënten, zegt Kitty. En nog een heleboel meer. De uitgever is nu een crowdfunding gestart om dat boek uit te geven. En Kitty is bij ons. Goedemorgen, Kitty. Goedemorgen, Mieke. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe is het met je? Ik heb jaren doelgerichte therapie gehad om tumor Theodor, die ik naar mijn huisarts heb vernoemd, en rusten te houden. Echter, 2 weken geleden gehoord dat de kuur niet meer aanslaat. 3 tot 5 jaar en ik zit op 4,5 jaar, dus recordhouder. En er is een nieuwe kuur ingegaan voor mogelijk 8 maanden levensverlenging. Maar die heeft niet goed uitgepakt. Die is in het brein gekomen, wat ook de bedoeling was. En die heeft daar uitdeem veroorzaakt. Dus vorige week was er uitval, dus aan 1 oog blind. Wat weer bijgetrokken is, spraak weg. En ik lag op de grond een paar dagen nadat ik bij TV Gelderland zat. Dus ja, onvoorspelbaar. En dan denk je dus van nou, die chemokuur die ga ik misschien helemaal niet meer afmaken. Nou, dat zou kunnen. Over 3 weken weer een MRI om te kijken of het weg is. En zo niet, dan zijn we klaar met het middel Katsila. Is je boek al af? Ik heb het bijgewerkt. Vannacht heb ik... Vannacht? Vannacht, ja. Ik sta 's nachts op. En je moest vroeg op vanmorgen? Ik moest vroeg op, maar het boek moet af. Ik heb enorme haast. Want als er dadelijk nog een keer iets in de harde schijf optreedt... Ja, dan kan je het niet meer afmaken. Kan ik het niet meer afmaken. Maar goed, je zei ik moest het boek... Het moet er komen. Ja. Want de theatervoorstellingen die ik heb gemaakt... die zijn vluchtig en een boek is blijvend. Ja, kijk, Jeroen van Merwijk heeft ook een boek geschreven. Kanker voor beginners. Ja. En kijk, kunst overleeft de dood altijd en overal. Ik was vorig jaar Plansrood. Dan heb je de kunstenaar César Manrique. En die is in 1992 verongelukt. En wat me heel erg raakt, is dat het hele eiland zijn sfeer uitademt. Zijn kunstwerken staan op elke rotonde, musea. Het huis staat erbij zoals hij het verliet. En dat vind ik heel belangrijk om iets na te laten. Omdat kanker nog steeds een taboe is. Ja, is dat nou zo? Terwijl ik denk, het gaat toch ook heel vaak over kanker? Dat klopt. Maar kijk, de wetenschap die gaat razendsnel. Mijn vader overleed toen ik 1 was, in 1964, aan longkanker. Hij was 25. Maar de wetenschap die is natuurlijk razendsnel gegaan. Dus mensen blijven steeds langer in leven. Maar ik merk dat de maatschappij en ook veel werkgevers... ik heb gewoon geluk, ik werk bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... die doen er alles aan om mij zo lang mogelijk in het arbeidsproces te houden. Maar ik zie wel dat collega's die weten dat ik ongeneeslijk ziek ben... die nemen normaal de trap. En als ik eraan kom lopen, nemen ze in 1 keer de lift. Omdat ze de confrontatie niet durven aan te gaan. En, omdat ze denken, Kitty moet met de lift, dus dan gaan wij ook maar met de lift. Zo. Nou ja, meer van dan moet er wat gezegd worden. Dan moeten we een vraag stellen. We weten niet wat er gaat gebeuren, of daar emoties komen... of dat ze een cynische opmerking maakt. Dus ze vinden het lijkt alsof andere mensen hun eigen dood in de ogen kijken... als ze mij aankijken, terwijl ik juist... een boek schrijf, Waterval, 10 jaar leven met kanker. Wat ik ook doe. Maar kan je er iets bij voorstellen dat mensen bang zijn... dat ze een confronterend iets met jou krijgen? Want je daagt gewoon permanent uit natuurlijk. Ja, ik ga er op een niet zo controversiële manier mee om. Omdat ik toch wel tracht de humor erin te houden. En dat doen we tot op de dag van vandaag nog. Dus vorige week werd ik opgenomen vanwege het probleem met mijn hoofd. En toen werd ik wakker. Dan stond er een jonge verpleger aan mijn bed. En die zei, ik ben Pablo Picasso. En toen dacht ik, zit ik al in de cloud? Zit ik bij andere kunstminnenden? Ja. Dus dat soort dingen. Of een mevrouw van de levenseindekliniek, die ging uitleggen hoe euthanasie gaat. En ze komen 3 keer langs en dan kan de daad plaatsvinden. Tevoren zit dat in het ziekenfondspakket of in het basispakket van VGZ. Of krijg ik achteraf een factuur. Dus dat soort dingen. En wat dat hoorde mensen toch gek. Hoe reageert zo iemand dan? Ja, die is even stil, maar dan hoor je aan de ademhaling... mag ik lachen, ja of nee? Ik zeg, het was ook een grapje natuurlijk, dus dat geen probleem. Ja. Hey, maar Kitty, ik zit nu naar je te kijken. En ik weet wat er aan de hand is, want we hebben je natuurlijk best wel gevolgd. En je ziet er eigenlijk stralend uit. Je hebt energie, voor 10 lijkt het wel. Je wil,
Er komt, het is zo maf om naar je te kijken. Dat is een opmerking die ik dus voortdurend hoor. Je gelooft bijna niet dat ik kankerpatiënt ben. En ja, dat het einde nu toch wel gaat naderen. Omdat die kuur die heeft een enorm probleem in mijn hoofd veroorzaakt. En dat er zit ook uitzaaiing in je hersen. Ja. Ja. Er zit in het visuele centrum zit een tumor van 2,5 centimeter. Die ze met 2 keer een hele heftige bestraling met het gamma knife onder controle hebben kunnen houden. Maar ja, hij komt gewoon terug. Hij leeft en hij vlamt op. En dan heb je een probleem natuurlijk in de hersenen. Vandaar die enorme drang en haast om, als er weer zoiets gebeurt er vorige week, dat ik dat nog wel nalaat. Heb je echt het gevoel dat het een dagenkwestie is? Nee, dat niet. Kijk, we moeten 3 weken afwachten. Dan komt de volgende MRI, wat er met het uitheem gebeurd is. En als dat veroorzaakt wordt door de nieuwe kuur, ja, dan zijn we klaar. Tenzij de oncoloog nog iets uit de laad trekt. Maar het is geen kwestie van jaren zoals de eerste keer dat ik hier zat. Het loopt af. Ja, je boek heet Waterval. Ja. Kan je misschien even uitleggen, die titel? Ja, kijk. We varen allemaal onze eigen rivier. En je komt op een gegeven moment in een waterval terecht. En daar kom je allerlei obstakels tegen. Maar als iemand een verkeerde beslissing neemt, zoals mijn huisarts die mij geen mammografie gaf in 2010... dan is het heel moeilijk om die obstakels te vermijden. En ik denk wel, als ik op mijn intuïtie was afgegaan, had ik een andere route kunnen nemen. Maar ja, nu ben ik wel in de warme onderstroom meegegaan, waarin mensen, zeker ook in de artiestenwereld, die mij naar boven duwen de hele tijd, zodat ik boven water blijf, wel in balans. Maar ja, er komt een moment dat ik die balans niet meer kan bewaren en dan is het klaar. Hoe bedoel je mensen in de artiestenwereld? Nou, wat me opvalt is dat ik ben theaterprogrammeur. Mm-hmm. Dus ik kom veel mensen tegen in die branche. Die durven te confronteren, die durven in te leven en die durven het gesprek aan te gaan. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Richard Groenendijk, onze bekende cabaretier. Die heeft in 2010, toen ik voor de eerste keer kaal was, had ik alle spiegels afgeplakt. Toen zei hij, ja, je bent nu een kale kankerpatiënt. Wij gaan samen kijken. Dus ik heb mijn ogen dicht gedaan. Hij heeft langzaam het mutsje afgeschoven. Zijn grote handen op mijn schedel. En heeft hij een half uur over gedaan, millimeter voor millimeter voor millimeter. Toen een zoen op mijn kale bol. En nu is Richard assistent oncologisch verpleegkundige in het Dijkzicht ziekenhuis. Dat doet hij vrijwillig. En al zijn competenties die hij in de theaterwereld inzet, dus empathie, warmte, gesprekken voeren, communicatie, daarmee helpt hij nu kankerpatiënten. En dat is een voorbeeld, ja, dat raakt mij echt. En ik vind artsen zijn eigenlijk ook een soort artiesten. Zij moeten een balans zoeken tussen distantie en afstand en voortdurend schakelen. Dus ik zie een band met een oncoloog eigenlijk als married at first sight. Je moet daar een contract mee aangaan, maar het moet wel klikken. En met mij, als ik kijk hoe ik met de ziekte omga, zal dat niet altijd meevallen. Nee, want je bent niet zo'n gedweeën kankerpatiënt. Je noemde het net al even 2010, hè, voor mensen die dat niet weten. Toen wilde jij een scan hebben, want je was bang dat je borstkanker had. Dat is jou toen geweigerd. Ja, dat is geweigerd. Het zit in de familie. Dus ons hele gezin heeft kanker aan beide kanten, op jonge leeftijd. De jongste is 12 zelfs. En hij vond dat niet nodig. Ik was geen 50. En op een gegeven moment zat er een tumor van 10 centimeter. Dat is onder controle gekomen. En in 2016 zaaide het uit in de lever, in de botten. En in 2018 in het hoofd. Ja. En de mammografie kost €167. En dan zit nu voor 2 miljoen in mijn lijf. Dus hoe krijgen we de zorgkosten omhoog? Wat is de hoofdboodschap van je boek? De hoofdboodschap van mijn boek is, als je kanker krijgt en je hebt de pech dat het uitzaait en je krijgt levensverlenging, voor veel mensen voelt het alsof je in een dodencel terechtkomt. Maar probeer, zolang je je goed voelt fysiek, om dat ook als een uitdaging te zien. En alle mogelijkheden die je krijgt aangeboden door open te staan voor de buitenwereld en mensen daarmee te helpen. Want ik begrijp heel goed dat mensen het lastig vinden om ermee om te gaan. Maar jij hebt als patiënt eigenlijk daar ook een rol in. En probeer die mogelijkheden te benutten. En ik vind ook voor werkgevers, zoals ik al zei, eigenlijk sinds de jaren 60 tot nu is er
wat betreft omgang weinig veranderd. Maar werkgevers, probeer die mensen gewoon in dienst te houden. Pas desnoods het werk aan, want daarmee hou je ze mentaal boven water. Dus dat zijn hele belangrijke boodschappen. En uit je bij een oncoloog. Dus er moet wederzijds respect zijn, wederzijdse communicatie en gedifferentieerde communicatie. Het zijn geen Playmobil-poppetjes met witte jasjes aan en een uniforme groep patiënten. Het is natuurlijk een heel heterogeen publiek. Dus zorg dat je die klik hebt. En ik denk dat dat essentieel is. Ja. Kitty, je bent nu nog aan het werk, dus aan het boek. Dat waterval heet. Je hebt een paar keer gezegd, het is een crowdfunding boek. Hoezo is dat zo als je bij een uitgeverij zit? Ja, kijk, ik heb vooral theatersolos gemaakt. Vier vals plat. Ik heb nog iets op mijn lever. Ja. Niemandsland. Dat zat ik vorig jaar met Helle de Jonge in de uitzending. Kreeft. Dat is de voorstelling die nou gespeeld zou moeten worden, maar wegens corona. Dus ik ben natuurlijk nog geen schrijver. En ik moet in één keer een hoop geld ophoesten, want ik heb haast. Dus vandaar dat ik dacht, ik start een crowdfundingsactie. Veerkracht.social.nl. En ik hoop dat ik geld bij elkaar krijg om het zo snel mogelijk uit te brengen. Dus Veerkracht.social.nl. Ja. Ja. En je praat ook heel makkelijk, tenminste zo lijkt het, over je aanstaande einde. Vind je het eng? Nee, ik vind het niet eng, omdat het eigenlijk in de lijn der verwachting was. Het was in 2016 gezegd, de kuur zal 3 tot 5 jaar werken. Ik zit nu op 4,5 jaar, dus ik had het eigenlijk verwacht. Dus ik heb daar, niet dat ik erop zit te wachten uiteraard, maar ik heb er wel rekening mee gehouden. Vandaar de enorme drang om theatervoorstellingen te produceren, maar die vervliegen. Kijk, en als ik in de kleedkamer hoor dat kankerpatiënten zeggen, jij zegt wat wij denken, maar wat we niet durven uit te spreken. En er wordt gezegd door familie van, eindelijk kunnen wij nu over de dood praten. Dat durfden we eerst niet. Ja, dat is wel een doelstelling. En ik wil dat gewoon achterlaten. En ik wil er ook relativerende humor in gooien, want de dood hoort bij het leven. Dus dat vind ik essentieel om dat op tafel te krijgen. De cover is ook een boek dat ik vrolijk in onder een waterval sta met mijn hoofd net boven water. Vandaar waterval, 10 jaar leven. En dan echt de nadruk op leven met kanker. Want in eerste instantie dacht ik zit in een dode cel. Wanneer word ik eruit gehaald? Ik denk, nee, ik ga ernaast staan en ik ga doen wat ik altijd gewild heb, maar dan in een razendsnel tempo. Ik hoop dat het lukt. Ja, dat zou. Ik hoop dat het lukt. Kitty Trepels van Mil, een boek dus heet Waterval. Het is eigenlijk al geschreven, het hoeft alleen nog maar uitgegeven te worden. Ja. U kunt, als u geïnteresseerd bent of u wilt hieraan bijdragen, terecht op veerkracht.social.nl. Anders kan het ook via onze website. Dankjewel, Kitty.